Hey, Cuba hier met een speciale Phonics Report. Je ziet het hier achter ons gebeuren in het Noorderslagweekend. Komen de radioshows van Phonics rechtstreeks uit Groningen. En er komen veel beroemde gasten voorbij. Er is iemand die heeft een nieuw cd'tje, die zit er zo uit. Wat staat hierop? Daar staan 14 hele gruwelijke tracks op, natuurlijk. Tracks met Bang Bang, Typhoon, O-Dog, Dinova, de hele familie staat erop. Manu staat erop, we hebben producties. Eigenlijk hetzelfde productieteam als Moses met een paar uitzonderingen. Een paar nieuwe pappies, Jetset producties, NPC, zeg maar. Eigenlijk moet je het gewoon even checken. Je hebt meestal een vast producers team met wie je samenwerkt. Voor Osmosis ook. NAF komt vaak voorbij. Ja. Zijn dat boys met wie je vroeger bent opgegroeid? Of vind je die beats gewoon zo vet dat je met hun samenwerkt? Nee, ik ben niet met ze opgegroeid. Ik heb ze eigenlijk al deze mensen de afgelopen jaren leren kennen. En kijk, met NAF leerde ik pas kennen toen hij met mijn broertje ging rollen. Wayne Alward ben ik ze van op een gegeven moment zo vaak tegengekomen dat ik dacht van hey, wat is er met deze man? Wat doet hij? Toen ben ik met hem gaan praten. Nou, eindstand staat hij op mijn album. Neskio eigenlijk hetzelfde. NPC kreeg een soort van snippet van een beat. Kreeg ik in mijn e-mailbox gedropt van iemand. Ik dacht van hey, dit kan best wel dope zijn. Opgehoekt, beat geworden, track geworden. Jet Set producties. Ik was dat in Suriname. Die jongens daarbij, zeg maar. En opgehoekt, track geworden. Dus het is allemaal heel erg spontaan gekomen, zeg maar. Er staat ook een track op met Bang Bang. En dat was eigenlijk toeval. Ja, nou niet de track op zich, het was mijn plan om hem zeg maar met Bang Bang op te nemen, maar ik kon het niet bereiken zeg maar. En de dag dat we gingen mixen, kom ik hem tegen in de tram. Dus was het alsnog heel snel geregeld, binnen 24 uur had hij 16 geschreven, opgenomen, rest is history. Het is echt een hele harde track geworden zeg maar. En dit gaat 3 landen bezoeken dit jaar, wat doe je precies? Eigenlijk 4 als je Nederland telt. Maar ik ga eerst naar Malawi voor Music Mayday, Virus Free Generation, een AIDS awareness project. Ga ik tracks opnemen met de plaatselijke artiest The Gospel. Gaan we 3 tracks opnemen en een workshop doen en zo. Daarna gaan we naar New York. Dus ga ik naar New York en gaan we daar wat opnemen. Daarna gaan we naar Suriname voor deel 3 van het project, de rap estafette zeg maar. Dan staan we hier op Noorderslag. Je hebt op de X-stage gestaan, je bent wel eens op de andere podia te vinden. Wat betekent dit festival voor jou? Het is een reunie. Het is heel lekker om zeg maar, je vrienden tegen te komen en zo. Ik zat in te wonen met GMB en eigenlijk iedereen die zeg maar, in dat ding zit, die je eigenlijk nooit echt spreekt, omdat iedereen druk is met zijn eigen dingen. Hier zie je iedereen en ga dadelijk even bij Piet checken. Er zijn heel veel optredens van de mensen waarvan ik nog nooit gehoord heb gewoon. Om gewoon even als bezoeker te gaan kijken en kijken wat is dat nou eigenlijk zo, weet je, wat doet wie. En het is gewoon heel relaxed, gewoon een hele relaxed soort van barbecue vibe hangt hier, vind ik. En 3 release parties voor 1 album, hoe zit dat? Nou, de subtitel van het album is 1 gedeelte 2 is 3 en dat is een concept dat wordt uitgelegd in zeg maar, de tussenstukjes op het album zelf. En vandaar dat ik niet met 1 release party kon volstaan, dus we moesten er 3 doen. En vandaar, dus we hebben Zwolle. Nou ja, Zwolle komen er niet omheen natuurlijk. Amsterdam, daar woon ik. En Rotterdam, omdat ik eigenlijk heb ik sinds Osmosis uit is niet in Rotterdam opgetreden. En ik vond, mensen dachten na Grote Prijs dat ik bang was of zo. Omdat, zeg maar, weet je wel, dat is een soort van GMB en ik, zeg maar. En dus dacht ik, nee man, kan niet. Ik ben een paar keer in Rotterdam geweest, ook met The Rhythm, The Rebel en zo. Maar nooit op eigen titel. En ik vond het echt tijd om even naar Rotterdam te gaan en gewoon die mensen die me daar love geven, ook echt om op 1 plek te hebben en gewoon daar de ding te doen. Oké, je ziet het Blackstar hier op Phonics.fm. Naast het filmpje zal ik ook even de tourdata van deze man zetten, want er komen er weer een paar aan en hij gaat naar het buitenland. Ik check je bij de volgende Phonics Report. Ciao! Ja, man.